Hallo en welkom in deze nieuwe aflevering van Kroongetuigen. Dit is een aflevering waarin we twee nieuwigheden van de verhalentrommel zullen presenteren. Een soort van actie waarbij ze op gang worden getrapt. Een nieuw verhaal uit de Bijbel en een nieuw kathedraalverhaal. Maar voor we daarnaar gaan kijken, eerst het vervolg van Torenhoog. Voor ik begin aan mijn dagelijkse torenklim en jullie meeneem om weer een ander deel beter te leren kennen, sta ik eerst nog even in het schip van de kathedraal. Want ik heb een vraag voor jullie. Hebben jullie een idee wat er eigenlijk boven dat prachtige gewelf te zien is? Daar gaan we nu naar kijken. Hier gaan we weer. 273 trappen. Na 177 trappen kom je hier terecht. Herkennen jullie dit zicht nog? Die deur daar gaan we nu door. En opeens staan we in de zolder van de kathedraal. Hieronder het schip van de kathedraal waar we daar net nog stonden. En een lange loopplank hier, waar we dus boven de koppen van de mensen kunnen wandelen. Je moet eens kijken naar de joekels van balken die hier gebruikt zijn. En daaronder, de bovenkant van de gewelven, de prachtige gewelven die we daar straks van beneden zagen. Dit is het dak van de kathedraal. Weet je nog dat er vorig jaar in april een grote brand is geweest in de kathedraal van Parijs, de Notre-Dame? Daar is een gelijkaardige houten constructie in de vlammen opgegaan. Goed om weten dat wij hier een sprinklersysteem hebben dat moet voorkomen dat hier hetzelfde gebeurt. En aan het einde van die lange loopplank zie je waar wij ons nu bevinden op het plannetje. Vlak bij de vieringtoren waaronder het altaar staat. En die deur daar, dat is voor volgende keer. Uit de Bijbel hebben we al Jona en Jozef gehoord. Nu gaan we ons verdiepen in een wat moeilijker boek, moet ik eerlijk toegeven. Dat we dan ook niet helemaal gaan lezen, maar waaruit ik stukken voorstel. Een boek dat de komende jaren heel belangrijk zal zijn in onze kerkgemeenschap. De bisschop is het ook aan het lezen in zijn dagelijkse verbinding. En we zullen er allerlei projecten rond bouwen. Een boek dat gaat over de eerste leerlingen van Jezus en hoe zij aan kerk hebben gebouwd vlak nadat Jezus gestorven, begraven, opgestaan en ten hemel opgenomen was. Het boek heet Handelingen van de Apostelen. Ik vertel het jullie graag. Ik ga jullie vertellen uit een boek uit het Nieuwe Testament, de Handelingen van de Apostelen. Na zijn sterven toonde Jezus hun met vele bewijzen dat hij in leven was. Wie zijn hun? Dat zijn de apostelen. De 11 die met Jezus waren meegetrokken. Judas Iscariot is er al niet meer bij, die heeft Jezus verraden. De mensen die het dichtst bij Jezus staan. En Jezus is al gestorven en is opgestaan.
en heeft ontmoetingen met die elf, zeg. Moet je eens voorstellen. Hij verscheen hun gedurende 40 dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Oh, dat moet indrukwekkend zijn. Pas op, ik kan mij daar niets bij voorstellen. Hè. Hoe is dat? Maar het verhaal zegt dat die elf Jezus ontmoeten zoals jij en ik elkaar kunnen ontmoeten. Gedurende 40 dagen gebeurt dat. Oh, en hij spreekt met hen over het Rijk Gods. Wat zou ik toch graag een teletijdmachine hebben om terug te gaan en daar eens bij te zijn. En het boek Handelingen geeft wel iets weer van wat daar gebeurt. Door twee gesprekken krijgen we een klein stukje van te horen. Luister maar. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten. Het is een beetje speciaal, omdat Jezus tot dan toe bijna altijd heeft gezegd, kom aan mannen, gaan, naar de mensen toe gaan, aan hen gaan vertellen enzovoort. En nu zegt hij, wacht, hola, eventjes hier blijven, afwachten. Op wat moeten we wachten, zie ik zo een van die leerlingen zich afvragen. En Jezus die zegt, wachten tot de belofte van de Vader waar wordt. Huh? De belofte van de Vader? Wel, zegt Jezus, de belofte van de Vader die jij van mij vernomen hebt. Ik heb het daar al over gehad. Oh, en dan zie je zo die apostelen nadenken, goh, Jezus heeft zoveel gezegd. Wat bedoelt hij nu? Maar gelukkig vult Jezus het zelf in. Het is de belofte die het volgende zegt. Johannes doopte met water, maar jij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest. Dat is inderdaad iets dat Jezus in het evangelie al had aangekondigd. Je hebt daar Johannes de Doper. En die sprak mensen heel hard aan, verander uw leven en zo. Maar Jezus die had al aangegeven van, hier komt nog iets extra's hoor. Iets dat groter is dan het doopsel van Johannes de Doper. Het is de doopsel met de Heilige Geest. Nu, ik denk dat niemand zich echt kon voorstellen wat Jezus daarmee bedoelde. Maar ze zullen zich wel herinnerd hebben dat ja, hij heeft dat inderdaad al gezegd. En oh, dus nu moeten we wachten tot die belofte waar wordt. Dat we gedoopt zullen worden met de Heilige Geest. Ondergedompeld in de Geest van God. Dat is een fragmentje uit het eerste gesprek dat de apostelen hebben met de verrezen Jezus. Er is ook nog iets over een tweede gesprek. Toen ze eens bijeengekomen waren, stelden ze hem de vraag. Welke vraag zou jij stellen aan Jezus? Als jij daarbij zou zijn, wat zou jij eens willen weten? Ja. Een van de leerlingen vraagt, Heer, gaat jij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Dat betekent, Heer, ga jij ervoor zorgen dat alles nu in orde komt met ons land en met de wereld? Dat gedaan is met alle oorlog en onrecht en ellende. Ga jij daar nu voor zorgen? En Jezus antwoordt, het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Dat is nogal een strenge zin. Een zin die zegt, kom, dat is de verkeerde vraag, daar moet jij niet mee bezig zijn, dat is niet aan jou. Jezus legt het accent helemaal ergens anders. Luister. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde. Opnieuw die Heilige Geest. Dat had hij daarnet ook al gezegd. Hè? Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt. Die belofte die waar wordt. En waarom? Om mijn getuige te zijn. Om getuigenis af te leggen van wat Jezus gedaan heeft, van wat hij gezegd heeft. Om getuigenis af te leggen over wie Jezus was en is en wil worden. Dat zal hun rol zijn. Maar nog niet nu, hè. Ze moeten daar de Heilige Geest voor ontvangen om dat te gaan doen. Waar moeten we dat doen? In Jeruzalem staat er, in geheel Judea en Samaria. En tot het uiteinde der aarde. Kijk, Jeruzalem is de plaats waar ze zijn. De hoofdstad. Judea is de provincie waarin Jeruzalem ligt.
Samaria is de provincie daarnaast, zouden wij zeggen. En dus je ziet het altijd verder gaan, hè? Tot aan het uiteinde der aarde. Overal moet die getuigenis naartoe. En de Heilige Geest, jullie zullen die ontvangen om dat te doen. Dat is wat Jezus zegt. Nu, als het al een beetje raar is om je voor te stellen dat Jezus na zijn dood en verrijzenis met de leerlingen aan tafel zit, wordt het nu nog straffer. Luister wat er staat. Na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Dat moet wel heel speciaal geweest zijn om mee te maken. Opnieuw iets dat ik me absoluut niet kan voorstellen. En wat doen die apostelen? Ze kijken. Terwijl ze hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Die zeiden, mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als ge hem naar de hemel hebt zien gaan. Ik denk niet dat de leerlingen daar opnieuw veel van verstonden. Maar ze hoorden wel zeggen, je moet niet naar boven zitten kijken. Naar waar God nu precies is, achter de wolken. Nee, het gaat over hier. En onze wereld. En wacht maar, Jezus zal op een manier die je niet kan voorstellen, ook terugkomen naar deze wereld. Hij is niet voorgoed vertrokken. Dat is wat ze te horen krijgen. Goed, en wat doen die apostelen dan? Nadat dit allemaal gebeurd is, die 40 dagen zijn voorbij, Jezus heeft met hem gepraat en gegeten, maar is nu weg. Toen keerden ze van de berg die de Olijfberg heet naar Jeruzalem terug. Deze ligt dicht bij Jeruzalem op sabbatsafstand. Echt. De Olijfberg ligt vlak naast de stad Jeruzalem. Ze gaan dus terug naar Jeruzalem en daar aangekomen gingen ze naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden. Een soort van lokaal waar ze samenkwamen. En daar bleven ze dan samen. En nu horen we wie het allemaal zijn. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, zoon van Alfeus, Simon de ijveraar en Judas, de broer van Jacobus. 11 dus. Hè. Die laatste Judas is niet de Judas die Jezus verraden heeft. En daar in dat lokaal, wat doen ze? Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed. Afwachten betekent samen bidden. Praten met God. Luisteren naar God. In de hoop zijn Heilige Geest te ontvangen. Maar het zijn niet alleen die 11 die dat doen, hoor. Het is volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Dus een grotere groep. Van allemaal mensen die Jezus goed kenden en die hem graag zagen en die allemaal gespannen afwachten, wat zou er nu gaan gebeuren? Ik heb echt mijn kop zitten breken wat we moesten zeggen in voorzondag vandaag. Je weet, we kijken vooruit naar de lezingen van morgen en proberen dat te koppelen aan iets in de kathedraal. En vorige week was dat gemakkelijk. 2 weken geleden lazen we uit het Lucas-evangelie de Emmausgangers. En dan hebben we gewoon het schilderij laten zien met de Emmausgangers. Vorige week lazen we over de Goede Herder. Dan hebben we de Goede Herder laten zien. Maar weet je wat het morgen is? Jezus die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat moet je dan tonen? En dan dacht ik, ja, wat wil dat eigenlijk zeggen als Jezus zegt, de weg, de waarheid en het leven? De waarheid is waarop je bouwt. Dat is de grond waarop je staat. Het leven, als Jezus spreekt over leven, gaat het nooit over in leven zijn, wat we allemaal op dit moment nog zijn. Hè? Dan als hij over het leven spreekt, dan gaat het over waar we uiteindelijk naartoe willen. En de weg is wat daartussen ligt. Hè? De basis van waaruit je vertrekt, dat is de waarheid. Het doel waarvoor je leeft, dat is het leven. En de weg is de manier waarop je
van de ene plek naar de andere geraakt. Ja, hoe laat je dat zien? En opeens dacht ik aan een verlangen dat ik al heel lang heb om aan de kathedraal toe te voegen. Iets wat er volgens mij echt ontbreekt in onze kathedraal. En dat in oude gotische kathedralen vaak wel zichtbaar is. Een labyrint. Weet je wat dat is? Om te beginnen moeten we al eens een onderscheid maken tussen een labyrint en een doolhof. Wie weet wat het verschil is tussen een labyrint en een doolhof? In een doolhof moet je keuzes maken, moet je echt zoeken. Ga ik nu best naar links, ga ik nu best naar rechts, met de bedoeling om in het midden te geraken. Een labyrint, daar heb je geen keuzes te maken. Er is maar één weg, enkel richting. Je stapt binnen en je volgt het traject dat nu eenmaal is uitgeschreven tot je in het midden komt. En vandaar is er een andere weg die je terug naar buiten leidt. En vroeger was het dus de bedoeling dat op de vloer van grote gotische kerken zo'n labyrint werd toegevoegd. Kijk maar eens in de kathedraal van Amiens, in de kathedraal van Chartres. En echt, de mensen werden uitgenodigd om die weg af te leggen, hè? Om dat helemaal te doen, als een soort van mini-bedevaart. Een pelgrimstocht. Wat had ik nu graag het Antwerps labyrint laten zien bij de evangelielezing van morgen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt Jezus. Stap maar. Als je wil weten waarop je gebaseerd bent, wat de betekenis is van het bestaan, kijk dan naar mij. Als je wil weten waar het allemaal naartoe gaat, waar je ook uitgenodigd bent, kijk dan naar mij. En als je je afvraagt hoe je dat vertaalt in het dagelijkse leven, kijk dan naar mij. Ik had inderdaad heel graag dat laten zien, hoe het op de vloer van de kathedraal van Antwerpen te doen is. Maar spijtig, wij hebben geen labyrint. In het Engels bestaat er een uitdrukking: be careful what you wish for. Dat betekent voorzichtig wat je wenst, want wie weet komen je wensen ooit uit. Dat is hier een beetje aan de orde eigenlijk. Door heel de coronatoestand zijn wij hier in de kathedraal volop bezig met alles te organiseren voor als we ooit eens terug open kunnen gaan voor bezoek. En wat we zullen gaan doen, dat is hier een soort van labyrint organiseren. Kijk, hier staan twee rijen stoelen. Bedoeling is dat met deze stoelen of met iets anders een heel parcours wordt afgebakend voor mensen om zonder tegenligger, éénrichtingsverkeer, de hele kathedraal te kunnen bezoeken. En ik zag vanmorgen dat dat in de stad ook overal bezig is. Eigenlijk wordt onze kathedraal en heel onze samenleving één groot labyrint. Vorige week hebben we verteld over de eerste oorsprong van ons kathedraalgebouw. Vandaag gaan we die geschiedenis verder zetten. De eigenlijke bouw van het kunstwerk, het architecturaal kunstwerk dat er nu staat, tussen 1352 en 1521 gezet. Hoe is dat van start gegaan? Kijken we samen. De kathedraal als structuur wordt gedragen door pijlers. De muren zijn geen dragende elementen. Het hele gewicht rust op pilaren. En die pijlers, die hebben allemaal een pijlerbasis. Die kan er zo uitzien. Maar soms is die ook veel lager. Of hoger. Of nep. Kijk, hier is de onderkant van de pijler zwart geschilderd om de idee te geven van een pijlerbasis. Maar als je goed kijkt, is die daar helemaal niet. Waar is dit de pijlerbasis van deze pijler? Om dat te snappen, moet je de geschiedenis van dit gebouw kennen.
Weet je nog dat we in de crypte stonden en daar de resten zagen van een oudere kerk die hier stond? Wel, je moet je voorstellen dat die hier nog staat. Een grote Romaanse kerk. Ongeveer 200 jaar oud was die grote Romaanse kerk toen men besliste, eigenlijk is die te klein voor de groeiende stad Antwerpen. En dus werd er beslist, we gaan beginnen bouwen aan een nieuwe kerk. En dat is hier gebeurd. Hier zijn ze beginnen bouwen rond 1352. Het meest oostelijke deel van de kathedraal is eerst gebouwd in de helft van de 14e eeuw. En dat zie je ook aan de structuur. Je ziet steunberen en luchtbogen. Dit is de oude manier om zo'n gotische kerk te bouwen. Dit is dus het oudste deel van onze kathedraal. Het deel dus met de neppe pijlerbasis. Zou dat betekenen dat ze dat nog niet kenden, een pijlerbasis, in de 14e eeuw? Niets is minder waar. Natuurlijk kenden ze dat, een pijlerbasis. Alleen zit die onder de grond. Onder de vloer die wij gebruiken, wat zie je daar? Bij alle pijlers hier, een pijlerbasis. Dat komt omdat de vloer van de kathedraal vandaag zoveel hoger is dan hoe er hier gebouwd is in het midden van de 14e eeuw. Bijna 100 jaar later, in 1420, beginnen ze aan het tweede deel van de kathedraal te bouwen. Helemaal de andere kant van het uiterste oosten in de 14e eeuw starten we nu in het uiterste westpunt, de 15e eeuw. Aan het hoofd van de werken stond een bouwmeester. En hier staan we bij een monument voor een van de bekendste bouwmeesters van de kathedraal, meneer Appelmans. Hij is verantwoordelijk voor het leggen van de basis van onze twee torens. Dus, in de helft van de 15e eeuw heb je twee constructies, hierachter het koor en hier de twee torens, de basis daarvan toch. En daartussenin nog altijd de grote oude Romaanse kerk die nog altijd werd gebruikt. Uit die periode hebben we een geschrift teruggevonden dat zegt dat voor de torenbasis werd gemaakt, de grond ongeveer een meter opgehoogd is. Dat zie je hier. De trap die naar de kleine toren leidt, die komt perfect op de huidige vloer uit. Dat wil zeggen, toen men in de 15e eeuw hier begon te bouwen, hebben ze de beslissing gemaakt om alles wat hoger te doen dan het gebouw ginderachter. Ondertussen is Antwerpen altijd maar groter en groter aan het worden. Zozeer zelfs dat men op een bepaald moment zegt, hey mannen, ons parochiekerk die we aan het bouwen zijn, die is eigenlijk te klein. Maar ja, dan zaten ze natuurlijk met een probleem. Het oostelijke punt stond er en het westelijke punt stond er. Je kan ze dus niet verlengen. Maar dan verbreden we ze toch gewoon, zei men. Oorspronkelijk was het plan om één middenschip te hebben en twee zijbeuken. Als we nu eens aan beide kanten een extra zijbeuk bouwen. En zo werd wat oorspronkelijk een buitenmuur had moeten zijn, een binnenmuur. En zo zie je, wat oorspronkelijk een meter lager had moeten zijn en bijna 20 meter smaller, is door de omstandigheden geworden tot wat het nu was. Zo'n kathedraal bouwen, in totaal heb je daar 170 jaar voor nodig en heel veel flexibiliteit. Het is ongeveer dag 54 van deze crisis. En Luc en ik hebben evenveel dagen doorgebracht hier in de kapelaansacristie filmpjes opnemen, allerhande. En eerlijk gezegd slaat de vermoeidheid hier en daar toe. Zo heb ik donderdagavond het programma gepresenteerd Dagelijkse Verdieping, waarin we mensen aan het woord laten die getuigenis afleggen van hun gelovig leven. Op donderdag heb ik twee mensen voorgesteld en aan het woord gelaten, Jos en Rita. En toen het programma voorbij was, heb ik ze ook bedankt. Althans, dat dacht ik. Maar in de praktijk heb ik Marleen bedankt en Johan, de mensen van de avond tevoren. En ik wist het niet eens dat zo gebeurd was.
Of het volgende is ook gebeurd. Gisteren ging ik de mis doen in het Engels. En dus alles staat klaar, het orgel heeft gespeeld en iedere Engelstalige katholiek zit voor de computer. En pastoor Pape begint de Engelse mis als volgt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus, de Messias. Heb je het gehoord? Heb je door wat er mis was? Ik begon een Engelse mis in Nederlands. Gelukkig zag ik na twee regels dat er iets niet klopte en ben ik in het Engels verder gegaan, hoor. Maar ja, het is gebeurd. Naar het schijnt is taal het eerste element waar je aan hoort dat mensen moe worden. En dus is het geen goed idee om nu een taaloefening te starten. En toch, lieve vrienden, kroongetuigen, gaan we met taal werken. Dat weet je niet. Ik kreeg een WhatsApp-bericht van EL uit A. EL uit A is een van de hofleveranciers van leuke foto's en filmpjes voor dit programma. En Evelien, want zo heet ze, heeft West-Vlaamse roots. Daar kan ze zelf ook niet aan doen. Begin ze niet te veroordelen. Nee. Maar soms komt dat bovendrijven, die West-Vlaamse achtergrond van Evelien. En zo stuurde ze mij een afbeelding met allemaal West-Vlaamse verwoordingen van mondmasker. Kijken we eens wat er staat. En ja, je mag ze mee zeggen. Een muleslenze. Een luchtdwil. Een totentoedoender. Mulleband. Smoellapke. Totjeslunze. Smoelbavette. Lippenkassen. Frotefilteren. Totenslabben. Bekkapke. Vroetendakker. Totenkapoten. En mullehordine. Allemaal West-Vlaamse woorden voor een mondmasker. Schitterend, hè? Prachtige taal. Maar nu eerlijk gezegd, dat kunnen wij ook, hè? Antwerpse woorden voor mondkapje. Mogen we van jullie ideeën verwachten? Stuur ze maar door, hè. kroongetuigen2020@gmail.com. Mondmasker in het Antwerps. Ben benieuwd wat er binnenkomt. Dat weet je niet. Dit was het voor vandaag. Wij gaan slapen, dutje doen, om onze taal terug in orde te krijgen. En woensdag zien we jullie heel graag terug voor de volgende live aflevering van Kroongetuigen. Dag.